In het sociaal vangnet waren 4 categorieën die uitkering genieten vanuit het ministerie, vanuit de regering. En dat zijn 1, AKB, mensen met een beperking, sociale zwakke huishoudens en de AOV'ers die daarvan een bepaalde uitkering krijgen vanuit de regering. Wat zal het bedrag zijn, het verschil zijn, koopkrachtversterking zijn die wij de samenleving zouden moeten geven als wij de afbouw zullen doen van object naar subject subsidie? Aan de hand daarvan is er dan een bedrag naar voren gekomen. En wat is het bedrag dat wij een koopkrachtversterking zullen geven van 1800 SAD? En ja, vanuit de samenleving zijn er natuurlijk heel wat zorgpunten geuit. Van is het wel genoeg? Wat houdt het allemaal in? We hebben enkele dagen terug de launch gedaan. De launch waarbij alvast de mensen binnen het sociaal vangnet, de 4 categorieën, voorzien zullen worden. Als u mij vraagt wanneer. Er is al vandaag bevestigd, we hebben gesproken met de SPSB, de PIU heeft contact gemaakt. En de overmakingen rollen al vanaf morgen. Dat de verschillende huishoudens behorende alvast tot het sociaal vangnet, de 4 categorieën die ik net genoemd heb, zullen alvast die 1800 SRD dan ontvangen. Ten aanzien van het bestand van de mensen die morgen al, de uitbetaling krijgen van die 1800, hebben we al een plusminus aantal van 14.000, ik zal het toch in de puntjes, 14.333 personen. Waarin personen met een beperking ook horen, het volledig bestand van personen met een beperking. Wat gebeurt er dan met de rest? Stap 2 is dat we zoveel als mogelijk het systeem van SOSAVO, dat is het CIS-formulier, het formulier waarbij criteria in vermeld is voor een sociaal zwakkere. Het definieert althans van wat wij dan nodig hebben ten aanzien van de stukken, dat wij uiteindelijk hebben mogen categoriseren dat er een bepaalde klasse zal zijn van inkomsten waarbij het bedrag van maximaal 6.000 SRD per huishouden wordt gebruikt. Je moet daaronder zijn per huishouden om in aanmerking te kunnen komen. En wat houdt die 1800 allemaal in? Want dat is ook gevraagd. Het is dan goed om dat ook meteen toe te lichten. Zijn de verschillende goederen en diensten waarbij het zwaar zal wegen op je portemonnee. Natuurlijk hoort daarin voeding. De basisgoederen. Of het nou simpelweg uw aardappel is in de winkel, uw rijst is in de winkel. Apart daarvan hebben we brandstof. Vandaag zitten we hier. Collega Financiën heeft net aangehaald over dat van brandstof. En we hebben vanuit het ministerie van SOSAVO, maar vanuit ook het clusterteam van ministers, ervoor moeten zorgen dat wij wel een bepaalde tegemoetkoming dan kunnen geven aan de samenleving. Elektriciteit hoort er ook in. We hebben ook nog transport meegenomen, omdat er ook heel wat mensen zijn die openbaar transport gebruiken. Koolgas is meegenomen, water is meegenomen. We hebben in dat geheel hebben ook de medicamenten zelfs meegenomen. Waarom? Zoals u weet is het ministerie ook belast met dat van premiesubsidie voor BASO en BZV. En het blijkt dat soms bij het halen van uw medicamenten dat u ook een bepaald bedrag moet betalen. Dus dat hebben we ook meegenomen. Dat als u uw medicamenten zou moeten kopen of bijbetalen, dat het bedrag is meegenomen. Het sociaal programma. Hiermee willen we eigenlijk de samenleving alvast wat verlichting brengen. We kunnen niet helpen dat de verhogingen soms sneller gaan dan wat wij gepland hebben via een tijdlijn, door middel van een tijdlijn, om ervoor te zorgen dat we de opvang zo snel als mogelijk willen hebben. En ik doe een beroep ook op de samenleving om het te helpen letten dat mensen geen inbraak meer plegen bij SOSAVO. Je houdt alleen de samenleving voor de gek en je houdt ons achter om het werk te verrichten. Als ik het goed heb, het bericht wat ik heb ontvangen is nog afgelopen zaterdag dat er een inbraak was. En dat zijn simpele dingen die men meeneemt. Een computer waarbij we eigenlijk daarmee moeten werken om ervoor te zorgen om het werk te verrichten. Dus ik doe ook een beroep op de samenleving. Dat als dit zo door blijft gaan, gaat SOSAVO niet het werk kunnen verrichten om verlichting te brengen.